En in de backstage bij Jan Jaap, hij zit al aan een drank. Een goede comedian, die heeft natuurlijk fuel nodig. Maar jij bent geen comedian. Ja, ik ben verkeerd, sorry Jan. Hoe denk je dat Wim het straks gaat doen? Ik denk dat hij weer een beetje gaat tilt slaan. Hij is er nog niet. Hij komt eraan. Sorry. Zo erg. Zit hier daar in mijn staan en wij zeggen dat niks. En opeens werd ingehaald door een auto met 200 km per uur. Het is namelijk zo dat zij sinds kort hebben zij een derde persoon aan hun team toegevoegd. Dat is Wim Oosterling. Hij weet van niks. Hij heeft een koptelefoon op, hij heeft een blinddoek om, hij weet niet waar hij is. Waar denk je dat je nu bent? Sam, ik heb geen flauw idee. Zet je blinddoek maar af. Dames en heren, Wim Oosterling! Was het plezant met Jan Jaap? Goed gelachen? Is het gedaan eigenlijk, de show met Jan Jaap? In werkelijkheid kwam hij tevoorschijn in een gore slaapkamer in het centrum die al 7 jaar geen stofzuiger had gezien. Die van ons. Ik dank u voor uw aandacht. Wat komen die toekomst in Vlaanderen en ver daarbuiten? Gelukkig dat je mij een boek gegeven hebt. Dank u wel daarvoor. Dan kan ik tenminste gewoon iets voorlezen of zo. Anders zou je een mop kunnen vertellen. Ja, Jantje. Ik kan echt geen mop. Ik weet geen enkel mopje. Behalve van het is blond, het tennist en het plakt. Nu zegt hem dat. Anders de Kekova. Kinpleisters. Heb jij nog stress? Nee. Ik voel me daar het prettigst. En het goede is, Wim heeft u ook echt niet overtroffen. Maar dat had ik vrij snel al door.